What's good, Galfam? Een hele goede dag. Het zit erop. Het is zover. Het jaar is voorbij. Het is officieel vandaag de laatste dag van 2018. Dit jaar is niet normaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar... Namelijk, we leven in een tijd waarin alles heel snel gaat. Iedereen wil meer, iedereen wil groter, iedereen wil beter worden. Iedereen wil het liefst zo snel mogelijk. Er zitten te weinig uren in een dag, te weinig dagen in een week. Het moet allemaal nu. En het is allemaal fucking snel en shit. Ik word er lijp van soms. Ik word er soms even helemaal kierenwiet van. Maar om niet toe te geven aan de verleiding om zo snel mogelijk door te willen, heb ik ook dit jaar weer besloten om een video te maken waarin ik al mijn hoogtepunten even op een rijtje zet. Dus Kel vanuit de toekomst, ik presenteer met heel veel trots jouw 2018. Veel kijkplezier, lelijke motherfucker. Mijn beste vrienden hebben me getatoeëerd. Ik heb mijn eigen kerstboom geplant op een bergtop. Ik heb 10 gram wiet gekocht in Jamaica. 10 gram? Een vulkaan beklommen zonder de grond aan te raken. Een geheime schuimparty gegeven in de tuin van Milan Knol. Oh ja, en de vorige dingen waren allemaal binnen 24 uur. We hebben gewoon 6 minuten speling. Behalve die ene aflevering. Ja, dat ging niet zo goed. Dat is mislukt. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Goed, ik heb een tweede poes gekocht. Oh, motherfuck, Noortje. Milan, Dionne, Tim, Don, Stefan en Enzo Knol geroost. De Vita Award voor beste mannelijke YouTuber en beste YouTube video gewonnen. Heel vaak in de lucht gehangen. Jullie voor de gek gehouden met mijn naaktfoto 1 april grap. Ik word papa uitgebracht. Nee, uitgebracht. Voor het eerst in een bioscoopfilm gespeeld. Wie ben jij? Ik ben Vic. Wil jij wat drinken? Mijn eerste boek uitgebracht. Gechilled met Sylvie Meis. Op een bed in Ibiza. Oh yeah boy. Lekker vakantie gepakt in Portugal. Een tattoo van een trekker genomen. Bovengemiddeld veel paprika's gechapt. Migos zien optreden op Wuha. Helemaal naar de kloten gegaan op Wuha. Kendrick Lamar zien optreden. Eminem zien optreden. Michael Jackson zien optreden. Nee. Die is dood. Ik heb een legendarisch verjaardagsfeest gegeven met Nina. En diezelfde dag naar Oostenrijk gevlogen voor een fotoshoot. Jezus, wat was ik brak, jongen. Fucking hell. Wijn gedronken bovenop een berg in Italië. 500.000 Instagram-volgers bereikt. 600.000 Instagram-volgers bereikt. Deze week zelfs 700.000 volgers bereikt. Holy shit, wat een tijd om te leven. Lisa en Lena ontmoet. Opgetreden op het Nickelodeon Festival. Hey, what's good, man? Best wel wat bekende mensen nagedaan. Meegedaan aan jachtseizoen en gefaald. Ik lig er nog steeds wakker van, jongens. Mijn eigen sokken uitgebracht. Mijn eigen partyspel uitgebracht. Escape Efteling bedacht en geproduceerd. Moeten survivalen in de grootste sneeuwstorm van Schotland met JJ Boske. En daarna 3 dagen vastgezeten in Glasgow wegens een fucking sneeuwstorm. Een uur geleden in het vliegtuig moeten zitten. Ook dit jaar weer carnaval gevierd. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. Ik was papa voor 1 dag. Ik ben van 1 naar 1000 euro gegaan binnen 24 uur. Geprankt door Enzo Knol. Ik geloof niet, maar dit is toch niet echt? Ja, tuurlijk wel. Ik bedoel... What's good, fam? What's good? 7 jaar een relatie volgehouden met Nina. 7 jaar, bro. Senna naar 100.000 abonnees kunnen helpen. 100.000 abonnees. Gefeliciteerd, Senna. Lekker bezig. De Kelfam thuis bezocht. Meer dan 500.000 likes behaald op Kelsember. Holy shit, ik heb een nieuw logo gemaakt. Daarnaast ook een serie gemaakt met Marktplaats genaamd Dikste Dealer. Opgetreden met Nick en Simon. Mijn allereerste auto gesloten. Voor het eerst Fortnite gespeeld. Op een vlot gezeten in de jungle. Nieuw kapseltje geprobeerd. Presentator geworden bij RTL Boulevard. Bij mijn grote vriend Twan Huis aan tafel gezeten. Ja, die stelde goede vragen, jongen. Niet normaal. Dat mag je vragen, maar daar ga ik geen antwoord op geven. Dus, Jonge ondernemers uit Groningen mogen stimuleren. Een rap battle gedaan tegen Jesser. En gewonnen. Heel veel meet and greets gedaan. Mijn eigen kart gekocht. Meegedaan aan draaien met Nina. Abonneer ook even op haar, hè. Dankjewel. Ik ben geroost door allemaal BN'ers. In tante blije konfijn. Wie moet ik feliciteren? Hey, Kevin. Kelvin. Hoe is dat voor je? 700.000 abonnees bereikt. 800.000 abonnees bereikt. 900.000 abonnees bereikt. 1 miljoen abonnees bereikt. Holy fuck, jongens. En ik heb in december elke dag een video gemaakt. What's good, man?
Vorig jaar, op precies dit tijdstip, op precies deze dag, stond ik op die brug achter mij. En op die brug zei ik het al en ik sta er nog steeds achter. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Dat motto heeft ervoor gezorgd dat ik dit jaar fantastische dingen heb mogen doen. Hele leuke dingen heb mogen bereiken. En hele leuke mensen heb ontmoet. En dat wil ik jullie ook meegeven voor 2019. Vergelijk je eigen leven niet te veel met het leven van andere mensen. Doe gewoon lekker je ding. En zoals ik altijd zeg, het begint cheesy te worden, maar het is nog steeds waar ik voor sta. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Jezus, wat is het godverdomme koud. Tering, ik deed mijn jas ook uit. Ik dacht, het is leuk voor het shot, maar... Goh.